zebra, van olifant tot gup. Het is zo avontuurlijk in de Jungle Club. Ging jij er vanaf? Dat is geweldig. High five. Van harte welkom bij Ouwe Hans Jungle Club. Ja, we staan bij de olifanten. En vandaag word ik olifantentrainer. Ga ik leren een olifant inparkeren. Dus ik zeg, we gaan beginnen. In de Jungle Club. Een piranha, poes of panda. Van volwassen dier tot pup. Een engert of een lieverd. Alle dieren met vleugel, vin of schub. Bamboe Bill die helpt je van de regen in de drup. Met alle dolle dieren in de Jungle Club. Zo, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, ik heb er zin in. Ja. Ik ga een olifantentrainer voor een dag worden. Ja, helemaal leuk. Kan ik dan zo direct hier die olifant gaan parkeren? Pak aan. Moet ik hiermee een olifant gaan parkeren? Nee. Poep scheppen. Dat gaan we als eerste doen. Poep scheppen. Ja, ga maar mee. Kruiwagen mee? Ja, kruiwagen mee. Oh, lekker verhaal. Ja, kiep hem hier maar in. Zo. Mag ik dan nu olifanten gaan parkeren? Nou, nog niet. We gaan eerst even de olifanten wassen. Olifanten wassen? Ja. Kan ik gelijk even mijn handen wassen? Ja. Olifanten wassen. Een ochtenddouche. Een ochtenddouche, ja. Wauw. En ze staat al klaar. Wat is die groot? Is het een jongetje of een meisje? Dit is een meisje. Dit is Aya. Oh, dit is Aya. Ja, dat is de oudste koe die we hebben. Wauw, een koe? Ja, zo noem je het vrouwtje. Oh ja, een vrouwtje is olifant, dus een koe. En een mannetje is olifant, een bul. Een bul, ja. Zo. Ik zal er even in positie zetten. Ja, oké. En dan geeft Olaf even de slang aan jou. En dan kan je er straks beginnen met wassen. Ah, target. Wauw. Kijk eens, van boven naar beneden, net als een auto wassen. Oh, dit is lekker. In de vrije natuur kunnen ze natuurlijk nooit een douche nemen. Nee, door de regen. De regen natuurlijk, ja. En ze houden wel van spatteren in het water. Ja, voornamelijk gewoon echt modderbaden. Ja. Modder. Tweede ronde. Nou, geweldig. Jort, mag ik dan nu eindelijk een olifant parkeren? Nou, nog even niet, want we moeten nog andere dingen doen. Hè? We moeten nog even het hooi klaarleggen in de stallen straks. Oh. Dus dat moeten we ook nog gaan doen. Nou, dan gaan we dat eerst maar even doen, hè. Oké, waar gaan we heen? En hier naar rechts. Hierheen. Ja, dat is op het drempeltje. Oei, ik zal je even helpen. Mag ik nou een olifant gaan parkeren? Nou, we zijn nog niet klaar, Bamboe Bill. Er moet ook nog wat groente bij. Oh, eten. Ja, dat gaan we ook nog even pakken. Even uitrusten, dacht ik. Even uitrusten? Ja, hard werken. We moeten nog heel veel doen. Oh, mag ik dan nu een olifant gaan parkeren? Nog niet, we moeten eerst nog allemaal mesten buiten. Oh. Zo, Jort, mag ik nou eindelijk een olifant parkeren? Ja, dat mag. Maar
Ik ga het je nu eerst leren. Oh. En daarna mag jij. Je hebt zo hard gewerkt. Ja. Heb je wel verdiend eindelijk. Hè? Oeh, nou. Het is wel hard werken inderdaad, hè, met de olifanten. Hoi Aya, dit is Aya. Hoi Aya. Onze oudste koe. Geweldig. Je hoort al dat ik er een klikje geef, hè? Ja. En dat is zeg maar het bruggetje tussen het gedrag wat ik wil. En dan krijgt de volger een beloning, een stukje appel. Oké, dus je klikt en dan weet de olifant, ik heb het goed gedaan. Het goed en dan gedaan, krijg ik vast een beloning. En dan krijgt ze een beloning voor. Okay. Ik laat je even zien, we hebben twee targets. Targets heet het. Ja, we noemen het target. En dat is zeg maar een focusstok, eigenlijk een verlengde van je arm. Ja. En daar moet een olifant eerst heen. We doen het niet met de hand, want ja, ze zijn gewoon sterk. En het is gewoon veilig op deze manier te werken. Afstand. En dan wil ik eerst vragen, is een hoofdtarget. En dan met de andere target vraag ik bijvoorbeeld een oor of een voet. Oké. De zijkant van het lichaam. Dus zo kan je het dier eigenlijk in de positie zetten die jij wil. Oké. Ja? Nou, laat ik eerst even wat zien. Ik ben heel benieuwd. Oké. Zo, Aya, gaan we. Maar target. Ik zeg het woord, commando, hè? Ja. Ze raakt hem aan, heel goed. Ik klik nog niet, want ik wil iets meer. Side. Dan moet ze de flank indraaien. Oh, kijk. Heel goed. Dit is goed. Ik klik. En dan mag ze de beloning. Oh. En je praat in het Engels tegen die olifant? Ja, de commando's, de korte woordjes, die doen we in het Engels. Oké. Ook omdat we in een internationaal fokprogramma meedoen. Oké. En als een dier dus eventueel op transport moet naar een andere dierentuin, dan kunnen die verzorgers daar gewoon dezelfde commando's maken. Juist. En niet dat we allerlei ingewikkelde talen hoeven te leren. Ik begrijp het. Een Engels pratende olifant. Nou, dit was denk ik duidelijk, hè? Heel erg duidelijk. Dan gaan we nu een stapje verder. Oh. Inparkeren van de voet. De voet. Ja, in het voetenluikje. Oh. Gaan we daarheen? Ja, loop. Zal ik de appeltjes meenemen? Ja. Heel fijn. Kom maar, Aya. Ietsje naar achter nog. Ja. Want anders kan ze met de slurf erbij. Oh ja. Maar target. Heel goed. Voet. Weer het commando. Oh. Ze laten hem gewoon goed rustig eroverheen zakken. Dan is hij goed. En dan kunnen we aan de voet. Geweldig. Goed zo, Aya. Goed gedaan, hoor. Die Aya, hè. Probeer ik nog even naar achtervoet. Oh. En daarna geef ik de target aan jou, wat ik wil. Ja. Voetje. Zo. Keurig, Aya. Goed, hoor. Onvoorstelbaar knap, hè. Het is echt een intelligent dier. Het is echt een intelligent dier, ja. Dan kan je mooi de zool zien van de achtervoet. Ja, en nou moet jij het gaan doen, mam wil. Nou, ik word er een beetje nerveus van, maar laten we het maar eens gaan doen. Hier denk ik, hè? Ja, dus dan pak je eerst je linker target. Op mijn linker target en dan zeg ik... Op hoofdhoogte. Target. En dan zet je de andere bij en dan zeg je side. Oh. Ja, stap maar in, zo. Side. Goed. Heel keurig. Ho, ho, ho. Nou, een olifant parkeren. Geweldig. Het is echt een lief dier, hè? Het is een heel lief dier, dit, ja. Lopen we weer even naar het voetenpoortje. Okay. Dan ga je het moeilijke proberen, even het inparkeren. Oh. Vraag maar de hoofdtarget hier. Hoofdtarget. Target. Juist. En dan krijg je met die voet. En voet. Goed zo. Goed door Aya. Aya, geweldig. Jort, ik heb een hele hoop van je geleerd vandaag. Ik vond het ontzettend interessant. Maar Jort, krijg ik nou eindelijk mijn diploma? Ja, ik vind dat je die wel verdiend hebt, Wil. Oh ja? Ja, zullen we die zo even gaan halen? Ja, prima. Oké. Okay. Nou, salut! Dag Aya! Zo, Bumblebill, het moment is daar. Je welverdiende trainer voor het D-diploma. Oh, geweldig, geweldig. Ik heb hem binnen. Heel hartelijk bedankt. Ja, jij ook. Bedankt. Ja, okay, bedankt. Jij ook bedankt. Bedankt. Er staat niemand. Oh, geweldig, ik heb hem. Mijn diploma. Dag, Bumblebill. Hoi. Ik heb een diploma. Tjo. Kijk eens, Roger. Ik heb een diploma. Cooper, ik heb een diploma. Wat is dit nu weer? Een avontuurlijk briefje. Hoi Bamboebil. Ik ben even met Cooper wandelen. Is het goed dat ik de komende dagen voor hem zorg? Dan kun jij mooi je olifantenlied afmaken. Groet Mountain Mike. Nou, dat is aardig en dat zou Cooper leuk vinden. Moet je kijken, Roger. Ik heb een diploma. Ik ben een olifantentrainer. Ja.
Ik weet bijvoorbeeld het verschil tussen de Aziatische en de Afrikaanse olifant. Weet jij dat ook? Stuur dan je antwoord naar post@jungleclub.nl. Het zit er alweer op, Roger. Het is alweer voorbij. Ik zie je snel in de volgende Jungle Club. Doei! Zo, dan gaan we een mooi plekje zoeken voor mijn diploma. Ik denk ergens bij mijn bureau of anders misschien bij de bank. Want de Bill die helpt je van de regen in de drup. Dus we zien je snel weer in de Jungle Club.